Ik ben van Stichting Eerste Hulp. Mijn naam is Jannie Arzel. Inmiddels hebben wij 4 onderdelen, waarvan de kringloopwinkel een onderdeel is. We hebben het onderdeel moestuin. We hebben een onderdeel dierenhulp. En we hebben op de Facebook hebben we 4.500 leden zitten die elkaar onderling ook gewoon gratis helpen. Heb je iets nodig of heb je een bed of heb je een bank of weet ik veel. Je kunt je gewoon dan melden op de Facebook. Je kunt lid worden en dan wordt het gewoon geholpen. Hier in de kringloopwinkel krijgen we heel veel spullen, godzijdank, binnen. Oftewel gelukkig binnen. Gewoon van burgers. Wij allemaal sorteren dat. We hebben gelukkig ook heel veel vrijwilligers. En trouwens, wil je vrijwilliger nog worden, kun je je ook melden hier. Alle hulp is altijd welkom. Alles wordt verkocht. Na aftrek van de rekeningen die wij dan hebben van de winkel. Zetten wij dat weer aan in boodschappen, in koelkasten, in wasmachines. Dat wat wij niet binnen kunnen krijgen, dat gaan wij dan weer zelf ophalen. En dan kijken we even ergens of we het kunnen krijgen. Dus eigenlijk, het is gewoon van burgers voor burgers. En op dit moment rijden de wagen is 2 bussen. Gelukkig hebben we, godzijdank, van de kracht van de veenkoning hebben we er eentje er kunnen bijkrijgen. Want omdat er dus ook heel veel spullen opgehaald moeten worden, of weggebracht moeten worden, misten wij dus ook een bus erbij. We hadden wel eentje, maar die was helaas kapot gegaan en niet meer repareerbaar. Hebben we toch dankzij de kracht van koloniën, één kolonie, hebben we er toch eentje bij, dus top natuurlijk. Want je moet het wel met elkaar doen. Het is niet alleen van burgers, maar gelukkig is dit ook een heel grote en goede initiatief om elkaar te helpen. Dus, top gedaan. En voor de rest, ja, heb je hulp eigenlijk nodig? Want ik kan hier wel de hele dag zitten te vertellen over ons, omdat we ook gewoon heel uitgebreid zijn en wie we zijn en wat we zijn. Maar dan heb ik toch liever dat jullie even komen in de winkel. En dan, als ik er ben, of iemand van onze andere vrijwilligers, die kunnen jullie beter uitleggen van rechtstreeks met een bak koffie misschien, als u tijd heeft. Om even te komen kijken van, goh, wat is dit? Wat is dat voor een stichting? Wij worden verder ook niet geholpen. Alleen de kracht van Veenkolonie die heeft de hand uitgestoken en gezegd, wij gaan dit samen doen. Dus, ik weet eigenlijk, ja, even sta ik even stil. Ja. Gewoon omdat er heel veel erin draait en ik even niet weet welke kant ik op moet. Dankjewel. Oké, nou, dit is dus bij de snuffelshop, kringloopwinkel, de snuffelshop in Heiligerlee. Ja, klopt. En daar kun je dus terecht. En de Facebookpagina van de kringloopwinkel Heiligerlee staat ook. Als je zoekt, dan vind je die ook. Dus de uitdeelpunt. Uitdeelpunt eerste hulp, inderdaad. Ja, dus, dat, die, en dan daar kun je dan lid van worden. Ja. Als je in de Veenkolonie of in de buurt woont. Ja, dat maakt niet uit. Oh, maakt niet uit, door de heel Nederland hebben we leden. Oké, nou zelfs, dus je kunt door heel Nederland. Absoluut, we sturen het ook op, dus en je mag het ook opsturen, dat doen ze ook namelijk. Dus het maakt niet uit waar je zit. Nou super, dankjewel. Graag gedaan.